Hoi, je bent super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met de Oasis Bio Bowl. We gaan namelijk zelf een kerstbal maken. Ik heb er helemaal zin in. Heb jij er ook zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wil je hem graag later ontvangen richting kerst? Kan het ook. Bestel hem dan gewoon en geef de gewenste datum aan. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Zoals ik al zei, gaan we een mooie kerstbal maken. Dat doen we met een 16 centimeter Oasis Bio Bowl. En hier gaan we dus heel mooi mee aan de slag. We gebruiken mooie neutrale kleuren, zodat je hem aan elk interieur kan aanpassen. Want je kan er heel makkelijk zelf kerstdecoratie aan toevoegen. Kleine kerstballetjes en dat soort dingen. Maar wij gaan hem mooi neutraal maken. Heel luxe. Dus ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Ik heb ook een mooie standaard, die gebruiken we straks. Dat zetten we mooi op. Maar eerst gaan we hem even voor een groot deel bedekken met mos. En dat zet ik vast met krammetjes. De bol is voor een mooi groot deel bedekt. Ik vind het nu al heel erg mooi. Aan de bovenkant heb ik een beetje vrijgelaten, want daar gaan we bloemen in steken. De bovenkant vullen we met mooi kerstgroen en ook mooie bloemetjes. Je kan er eventueel nog wat kerstdecoratie aan toevoegen. En ik heb eventueel nog een plantje wat je mooi kan gebruiken. Dus we gaan gauw verder. Kerstgroen haal je altijd eventjes het onderste eraf, zodat je een mooi kaal steeltje krijgt. En dan kan je hem er makkelijk in steken. Dan voegen we nog eventjes wat lampjes toe. Natuurlijk erg gezellig. Zie je nu niet zo goed, omdat ik heel veel licht erop heb. Maar straks zal ik jullie laten zien hoe gezellig dat lijkt. En wat leuke kerstdecoratie. Je kan natuurlijk zelf altijd van alles nog weer extra toevoegen. De lampjes wikkel ik er gewoon omheen. En het kastje, dat stop ik een beetje achter het mos, zodat je dat niet terug ziet. Dan zet ik hem op dit mooie standaard. Ja, en kijk hoe gezellig als dan het wat donkerder wordt in huis. Hoe gezellig dit dan lijkt met die lampjes. Toch heel sfeervol, luxe en heel apart.
Dan spreek ik hem nog even in met de welbekende finishing touch. Goed voor de bloemen, maar ook echt voor het mos. Even vanaf een afstandje even insprayen. Is je mos nu iets ingedroogd, kan je dit ook gewoon daarvoor weer gebruiken. Dus ideaal om gewoon in huis te hebben staan voor de langere houdbaarheid. Wil je het pakket van vandaag nu bestellen? En hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Ik heb een 16 cm Oasis Bio Bowl gebruikt. En je houdt mooi goed water vast, dus je hebt er mooi lang plezier van. Ik hoop dat je het weer leuk vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Wil ik jullie bedanken voor het kijken en zie je bij de volgende keer weer. Doei!